Hallo reviewvrienden, hoe is het daar? Nou, hier gaat het helemaal fantastisch. Wat heeft Achmedje opgestuurd? Even kijken onder het doosje. Ach god, twee blikjes weer. Ja, dit komt duidelijk uit Azië. Soursop drink. Met een soort hele enge appelachtig vruchtding erop. Ook het Azië, het Indonesië. En er zit mangosteen in. Nu ken ik wel een mango. En ik ken een niersteen. Maar een mangosteen, dat ken ik dan weer net niet. En wat een soursop is, ga ik nu weer voor opzoeken. Zo, even op Google geweest. Nou, een mangosteen is een mangosteen. Weet je wat de vertaling van soursop is in het Nederland? Zuurzak. Zuurzak drinkje. Ik heb er niet zoveel trek meer in gelijk. Nou, laten we het dan maar gaan proberen. Een beetje mangosteen en een beetje zuurzak. Allee. Hop. Nou, ik begin wel met een mangosteen. Die klinkt ook niet lekker, maar beter dan een zuurzak. Ik wil niet heel veel zeggen, maar mangosteen... is een beetje jelly. Het is niet echt dat je denkt van een lekker natbruisend sappie. Gadverdamme. Dit is een soort dikke drap. Het smaakt niet naar mango. Dus de mango steen. Allemaal leuk en aardig. Maar het heeft de smaak niet van de vrucht. Ook niet van steen overigens. Ik vind het een hele rare smaak, maar wat ik voornamelijk heel erg raar vind, is een beetje die dikke but die je zit te drinken. Hebben we die vieze mangosteen gehad, kan ik nu zuurzaksap gaan drinken. Pff, dat maar een vak geleerd, hè. Oh, maar dit is niet zo dik. Ik moet eerlijk zeggen dat ik mijn hele leven nog nooit een zure zak heb geproefd. Maar ik denk dat dit wel in de buurt komt. Handzeep. Met zo'n pompje. Zo. Gecombineerd met... met van die lychees, weet je wel, die kleine vruchtjes. Ik snap wel waarom ze die vruchten een zure zak noemen. Godsamme. We hebben hier dus wel een probleem. Want de mangosteen is... ansier best lekker te drinken, best een aardige smaak, een beetje zoet, een beetje chemisch, maar wel zoet. Alleen, ja, het is een soort behanglijm. En dan dit is dan wel lekker fris en gewoon te drinken zonder dat je moet bijten, zeg maar. Alleen die smaak is niet de harde van die zuurzak. Nou, dit kan je dus allebei in de toko kopen. En het voordeel is ook dat je het allebei in de toko kan laten staan. En dat beveel ik je aan. Die mangosteensap. Qua smaak niet vies. Het probleem is alleen dat de substantie net lijkt of er 28 blaadjes gelatine in dat blikje hebben gezeten. Dus je hebt een beetje het gevoel dat je iets naar binnen klopt wat je moeder ooit verboden heeft. De zure zak. Ja, die is gewoon heel smerig. De mangosteen, die krijgt van mij een 5. Niet vies, maar ja, een beetje lastig drinken. De zuurzak, die krijgt van mij een 3. Want die is gewoon helemaal niet te zuipen. Dat is echt verschrikkelijk. Bijna vergif. Dus ik zou toch nog steeds liever een paar mangostenen willen hebben. Dan een zure zak.